Met nog iets meer dan 8 weken tot de Nijmeegse Vierdaagse van start gaat, lopen ook bij de Nijmeegse Sponsorloop de aanmeldingen weer binnen. Deelnemers kunnen zich laten sponsoren voor het goede doel en inmiddels hebben al 600 wandelaars zich hiervoor aangemeld. Zo ook Nick en Tim. Hun vader heeft in 2013 een ongeluk gehad en leidt sindsdien aan NAH, niet aangeboren hersenletsel. In Nederland leven naar schatting 500.000 mensen met de gevolgen van NAH. De Hersenstichting zet zich niet alleen in voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, maar investeert breed in baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen of genezen. Ze doen hierbij onderzoek naar onder andere beroertes, Parkinson, dementie en dus ook hersenaandoeningen zoals niet aangeboren hersenletsel. Leven met NAH kan erg beperkend zijn. Dat is moeilijk, dat heb ik nog niet onder de knie. Als ik iemand mij wat vertelt of zo, een verhaal, dan knik ik wel ja, maar het komt niet binnen. En zoals Frans Manahutu zijn er nog honderdduizenden andere slachtoffers van niet aangeboren hersenletsel in Nederland. Voor zijn twee zoons Nick en Tim een reden om tot actie over te gaan. We lopen dan voor de Vierdaagse Sponsorloop en het streefbedrag was €500. Nou, daar zijn we al ruim overheen. En ja, we proberen eigenlijk alleen maar zoveel mogelijk op te halen. Tim loopt de Vierdaagse straks voor de eerste keer, maar voor Nick is het niet de eerste keer dat hij meedoet aan de Vierdaagse. 3 maal als scheepsrecht. De eerste keer liep hij de Vierdaagse voor Make-A-Wish, de tweede keer voor een dochter van een collega van hem en dit keer loopt hij de tocht voor de Hersenstichting en zijn vader. Ja, die impact dat is nog steeds dagelijks en dan vooral in dit geval bij mijn moeder dan. En wij zien dat wat meer van buitenaf. Desondanks heeft het ongeluk van zijn vader Frans nog steeds dagelijkse gevolgen en impact op de familie Manahutu. Het overkomt je gewoon en dan, ja, je zit ermee en epileptische aanvallen gehad. Dat was daarna dan, na die hersenletsel. Vader Frans is erg trots op zijn zoons. Ja, heel trots. Ik dacht, ze maken een grapje. Ik denk van, ja, maar ja, toen ik het helemaal, toen hij Nick dan bij me kwam en die kwam het te vertellen, ik denk van, nou, dat doet me goed. De familie vindt het erg belangrijk aandacht te besteden aan het onderbelichte NAH in beeld te brengen. Voor mij is het heel belangrijk om het even aan de medemens te laten zien van wat wij mankeren. Inmiddels hebben al ruim 12.000 donateurs zich aangemeld en gezamenlijk ruim €340.000 opgehaald. De organisatie hoopt dat deze aantallen richting de start van de Vierdaagse nog ruim zullen verdubbelen. Meer informatie is te vinden op de vierdaagsesponsorloop.nl.